welcome to the quarter-final stages of the Ladbrokes World Dance Championship, brought to you by the Professional Dance Corporation and live on Sky Sports. Time to meet our quarter-finals. Ladies and gentlemen, an amazing year winning his first PDC ranking title. Would you please welcome Snakebite Peter Ryan! Creatie van Peter Wright, die u vanavond laat zien, is ook weer apart. Komt dus voor Schotland uit, is in het oranje gekleed. Nou hebben de Schotten wel wat met oranje. En hij gaat het dus opnemen tegen Wes Newton. Op papier een aardig duel tussen de nummers 16 en 8 van de wereldranglijst. Peter Wright is de nummer 16. Maar zoals hij met name gisteren gooide, maar toch ook in de partijen daarvoor. Tegen Joe Cullen en Per Lausen, maar gisteren zeker tegen Michael Smith. Ja, zou het 50-50 kunnen liggen. Alhoewel velen denken dat Wright deze Wes Newton gaat verslaan. Maar goed, Wes Newton is de nummer 8 van de wereld momenteel. Deze man uit het noorden van Engeland, uit Blackpool. Ook een absolute dartstad. Zeker met de fameuze Winter Gardens. En dus wordt dit een ongetwijfeld spannende wedstrijd, deze eerste kwartfinale. We gaan deze wedstrijd uiteraard live volgen. Ja, prachtige creatie denk ik opnieuw, hè, Peter Wright. Nou ja, goed, smaken verschillen natuurlijk, maar ik ben er wel van. Ik hou van een beetje kleur op het podium en dat is in ieder geval iets wat hij brengt. Hij brengt heel veel kleur zelfs op het podium. En daarbij, kijk, als je alleen zo'n rare broek en zo'n raar shirt aantrekt, is nog één ding. Maar kapsel weer niet raar. Nou ja, daar ben ik inmiddels wel aan gewend dan waarschijnlijk. Maar hij gooit er ook heel sterk bij en dat hoort er wel bij natuurlijk. Ja, ook deze Wes Newton. Hij wordt het minst genoemd misschien wel van alle spelers om ver te komen in dit toernooi. Maar hij heeft tot nu toe echt indruk gemaakt. Ik heb hem ook wel eens een beetje in het hoekje neergezet van spelers die goed zijn, maar nooit grote wedstrijden winnen. 16. Hij wint, of hij verliest moet ik zeggen, zelden van mensen die lager op de wereldranglijst staan dan hem. Maar hij wint ook te weinig van mensen die boven hem op de wereldranglijst staan. Maar ja, dan gaat dit in principe tot nu toe goed voor hem, want hij krijgt nu Peter Wright en die staat ook weer onder hem op de wereldranglijst.
Ja, en hij heeft natuurlijk indruk gemaakt. Nou goed, John Parr is natuurlijk wel een beetje op zijn retour. Maar is een voormalig wereldkampioen, de Canadees. En die ging er met 4-0 af. In de vorige ronde versloeg hij Robert Thornton met 4-1. Dus ja, tot nu toe maakt hij veel indruk, Wes Newton. Ja, Peter Wright, daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. Ook in de voorbeschouwing op deze kwartfinale. Die heeft gisteren met name zo ongelooflijk goed gespeeld tegen Michael Smith. Dat was echt een droompartij. Ja, maar goed, ook in de eerste ronde had hij het hoogste gemiddelde van iedereen, Peter Wright, die in de eerste ronde speelde. Dus hij heeft al 2 van de 3 rondes nu het hoogste gemiddelde. En ook in die tussenronde, ronde 2, zat hij er niet heel ver vandaan. Dus ja, die is in bloedvorm in ieder geval. Als we trouwens Phil Taylor even buiten beschouwing laten, wordt er toch vaak gezegd, een wereldkampioen heeft altijd wel op weg naar de wereldtitel 1 lastige partij. 1 wedstrijd die echt uit het vuur moet slepen. Zoals Michael van Gerwen eerder vandaag gedaan heeft bijvoorbeeld. Precies, nou ja, dan heeft Peter Wright hem ook al gehad tegen Michael Smith, zou je kunnen zeggen. Ja, het is, je kunt hem eigenlijk altijd pas aan het einde bekijken natuurlijk hoe zo'n toernooi gelopen is. 16. Als je zo goed hebt gespeeld als Peter Wright, dan is het ook heel snel zo dat je teleurgesteld bent in de wedstrijden daarna. Terwijl Newton richting de bullseye gaat voor een 164 in de leg die Peter Wright was begonnen. Ja, Wright heeft nu dezelfde finish staan. Dezelfde weg. Of gaat hij via de 19? Dat doet hij. Ja, nee, die tweede zit er niet in. Even gezichtsbedrog. En dus Newton met de kans om de break te maken. Dat zou een lekker begin zijn voor de Engelsman. Ja hoor, sterk begin van Wes Newton. Would you require 153? Nou, nog geen triples voor Newton. Daar dan eentje. 56 over en Wright niet op een finish. Die is bepaald niet best begonnen aan deze partij, Peter Wright. Nou, waar hij gisteren dus de hele partij vanaf set 1 op 106 gemiddeld zat, zit hij nu op 83. Het is nog heel vroeg. Maar toch. Tops van Newton. Dubbel 10 voor 2-0. En het wordt 2-0. Dat is natuurlijk ook weer een ander format dan in de derde ronde. Hier gaat het in om de best of 9 sets. De eerste die dus 5 sets weet te winnen, plaatst zich voor de halve finale. Ja, vanaf nu gaan we iedere ronde een setje erbij. Dus first to 5 in de kwartfinales, first to 6 in de halve finales. In de finale moet je er 7 winnen. Nou, Albert, we hadden het er net ook al even over. Wright gisteren, sterk indruk. IJzersterk. Hij stond als een soort onoverwinnelijke darter daar bij de Okkie. Wat er ook gebeurde, je had het gevoel dat hij die wedstrijd eruit zou slepen. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar heel veel zelfvertrouwen. Maar ja, dan kan het je wel gebeuren dat je dat de volgende dag bijvoorbeeld helemaal kwijt bent. Ook dat goede gevoel. Hoe meer ervaring, hoe langer je dart, hoe meer je meegemaakt hebt, hoe beter je prestaties zijn, hoe kleiner de kans daarop natuurlijk.
Maar jij gaat alles vergelijken met die wedstrijd van gisteren. Hè? Als het even niet gaat nu, dan denk je waarom ging het gisteren nou wel en vandaag niet. Ik heb niks anders gedaan. Ik heb hetzelfde, dat is vaak zo, hè? Hetzelfde gegeten, hetzelfde geslapen, hetzelfde ingegooid. Waarschijnlijk zelfs op hetzelfde bord ingegooid, want zo bijgelovig zijn de meesten wel. Ja, Newton heeft de triple 20 in ieder geval geblokkeerd. Ja, triple 17 of triple 14 is dan nog een uitwijkmogelijkheid. Om in ieder geval een finish over te laten. Hij kiest de hoogste van de twee. Ja, John Part, drievoudig wereldkampioen, hangt hier dus ook met een hele grote banier in de zaal. Maar wel uitgeschakeld door Wes Newton in de tweede ronde dit jaar met 4-0. Ja, er zijn 5 voormalig wereldkampioenen bij de PDC. 4 van hen liggen eruit of deden niet mee. Priestley deed niet mee. Part, Taylor, Barneveld. Alleen Lewis zit er nog in. Tweevoudig wereldkampioen. 93. Nou, Peter Wright. Nu wel. Pakt hij zijn eerste leg. Dubbel 4. Ja, hij pakt zijn eerte leg. Daar, even kijken naar de darts van deze beide mannen. Die van Wes Newton zijn heel lang en rank. Slanke pijlen. En die van ja, Peter Wright, die komen toch in de buurt van een soort torpedo's. Ja, een beetje de pijl waar ook veel Taylor mee gooit. Het is min of meer een kopie ervan ook. Ja, ook Wright gooide nog met die lange slanke darts natuurlijk. Ja, tot en met de eerste ronde, want de eerste ronde speelde hij daar nog mee. Hij vond toch dat het op het podium niet goed genoeg voor hem werkte. Dat hij niet genoeg power had ermee. Ja, hij is met deze gaan gooien. Ja, ik kan hem geen ongelijk geven. Normaal zeg ik altijd stom, nooit doen, niet doen. Maar ja, voor hem werkte het wel. Hij zit er nog in, dus dan kun je er weinig van zeggen. Zou het ook mogelijk zijn dat een speler in de wedstrijd zelfs nog gaat veranderen? Ja, het mag natuurlijk wel, maar gebeurt dat ook wel eens? Nou, we hebben van Barneveld bijvoorbeeld diverse malen zien wisselen met flights en shafts en dat soort dingen tijdens een wedstrijd. En Mervyn King heb ik het in het verleden ook wel eens zien doen. Dus ja, het mag wel. Maar het zijn vaak toch noodgrepen. Je ziet het nooit een speler doen die 3-0 voor staat en die denkt van ik ga er eens wat andere materiaal op schroeven. Nou, gaan we daar naar de 180 scoren voor Peter Wright. Dat niet, maar 140 brengt hem wel op een finish in deze door Wes Newton begonnen leg. Ja, daar waar het begin van de wedstrijd van de eerste set voor Newton was, is het Wright die langzaam maar zeker de overhand neemt. 6 pijlen hiervoor, Wright. De eerste 180 niet op naam van Peter Wright, maar op naam van Wes Newton. Dus Wright voor de opdracht van 86. Triple 18 is niet gegooid. Hij zal wel op de 18 blijven. Om bullseye over te laten. Wright terug naar 2-2. Nee, is het antwoord. En dus nu 3 kansen voor Newton om de eerste set te winnen. Goh, die zit er echt een mijl vandaan. Dubbel 3 dan. Ja, nu alle schokken. En hij valt. En dus gaat de eerste set met 3-1 in legs naar Wes Newton. In deze eerste kwartfinale. Thank you, ladies and gentlemen. Second set, first leg. Wasted from first. Game on. Wes Newton als eerste aan de hockey. Hij is zojuist dus de eerste set gewonnen.
Ja, dus voor beide mannen natuurlijk ook niet echt terrein waar ze zich gewend zijn te begeven. Kwartfinales van grote toernooien, met name het WK. En dan spelen voor een halve finale. We hebben allebei nog nooit de halve finale van het WK gehaald natuurlijk. Dus er staat wel wat druk op. De gemiddelden zijn daarom ook niet zo hoog. Ja, dit zijn natuurlijk ook wel twee mannen die in aanmerking komen voor de Premier League. Voor die extra plaatsen. En daar gaat ook onze vraag van vandaag over. Ja, de vraag die wij u stellen is, aantal spelers is natuurlijk al geplaatst voor de Premier League of darts die in februari weer gaan beginnen. Phil Taylor, Michael van Gerwen en Adrian Lewis zijn de mannen die al zeker zijn van deelname. Maar er moet uiteindelijk een groepje van 10 spelers komen. En wie zou u nou graag als deelnemer zien aan de Premier League? Bijvoorbeeld deze, Peter Wright. Ja, nou goed, ook Simon Whitlock is nagenoeg zeker. Maar de andere namen, daar zijn we naar benieuwd. Nou, als u daar goede ideeën over heeft, dan twittert u dat naar ons. Terwijl Peter Wright de eerste 180 van de wedstrijd voor hem gooit. Naar hashtag RTL7Darts. En dan een spatie en de hashtag van de naam waarvan u denkt van die moet er absoluut in. En als u zegt ik weet alle 6 de andere namen. Doe dat ook gerust als er maar iedere keer een spatie zit tussen de 2 namen. En Peter Wright zou een hele goede kunnen zijn natuurlijk. Mocht u bijvoorbeeld Van Barneveld of Van der Voort erbij willen hebben, vergeet dan de Vannen. Dus gewoon Barneveld of gewoon Voort. Het zit dit jaar dicht bij elkaar wie er mee mogen doen. Wright met de kans om de break te maken in de eerste leg van set 2. Dubbel 8. En dat doet hij. Hij begint een klein beetje op stoom te komen. Zijn gemiddelde kruipt ook wat omhoog. Van 87 naar een kleine 92. Nog ver verwijderd natuurlijk van wat hij in de eerste 3 rondes gedaan heeft. Maar goed, het is een ander podium. Tenminste, het is wel hetzelfde podium. Maar het is een kwartfinale van een WK. En dat is toch geheel nieuw voor Peter Wright. Want hij heeft 1 keer de 3e ronde gehaald. Dat was in 2011. En in dat jaar stond Wes Newton in de kwartfinale. En die verloor hij toen. Dat is dus zijn 2e kwartfinale. Ja, op de geschoonde wereldranglijst staat Peter Wright op dit moment op plek 14. Maar ja, met een overwinning hier, zo snel gaat dat dan ook wel weer natuurlijk. Klimt hij meteen naar plek 12 toe. Is die Kim Huibrechts bijvoorbeeld weer voorbij. Valt Huibrechts er misschien weer uit. Komt Wright er misschien weer in. En er is natuurlijk nog altijd kans op meer. Wes Newton staat plek 7. Als hij vandaag wint gaat hij virtueel eventjes James Wade voorbij. Op de wereldranglijst. Maar ja, die zit er ook nog in. Dus die kan dan ook weer terug. Kortom. Het blijft lastig voorspellen op dit moment. 59. Page 126. 126 voor Peter Wright. Met alle tijd, want Newton is niet in de buurt op dit moment. Nu wel op een finish, Newton. Wright, 3 pijlen van dubbel 16. Ja, 3 pijlen gemist op een dubbel. Dus staat de deur op een kier voor Wes Newton. Nog 3 kansen voor Peter Wright. Nou, ja, nu moet hij er wel in. En hij gaat erin. Keurig in het midden. 2-0 voor Wright. Gemiddelde rond de 90 voor beide mannen. We zijn eigenlijk wel wat beter gewend van deze heren.
Laat het voorlopig even houden op de starterszenuwen die nog parten spelen. Langzaam maar zeker moeten ze loskomen. Newton. Daar zetten we in ieder geval het tweede houtje voor neer. Ja, dan zie je ook met zijn score van 180 dat het gemiddelde ineens van 89 naar 92 doorschiet. Hè? Zo ja. Snel kan het dan gaan, nog vroeg in de wedstrijd uiteraard. Precies. Hij is heel erg schommelig in zijn scores tot nu toe, Wes Newton. Wright moet zien een finish over te laten. 5 keer 19 is genoeg voor 170. Alles wat het meer is, is meegenomen. 121. Hij is niet blij met die laatste. Nee. 137 voor Newton. Triple 20. Triple 19 niet gegooid. En dus Wright. Ja, dat is toch een stevige finish die daar staat. 144. Ja, twee triples nodig. Twee keer dezelfde triple. Maar de eerste zit er al boven. Dus dan hoeven we dat verhaal niet meer af te steken. En dus Newton. Om nu wel zijn leg te winnen in deze tweede set. De leg die hij begonnen is. Tops, gegooid. Terug tot 2-1. Je hebt bij alles het gevoel dat deze wedstrijd nog tot leven moet komen. Dat deze wedstrijd nog moet beginnen. En wat je dan altijd hoopt is dat het in ieder geval dicht bij elkaar blijft zitten. Want het kan in dit soort partijen ook wel eens gebeuren dat er één echt mee wegrent dan. En dat wil je ook niet. Matig begin van Wright. Newton uitstekend. Laat 161 staan, Wright. Newton. Komt hij ook op een finish? Keurig gedaan. Het is voor de set. Peter Wright. 161. Nee, die schiet in de verkeerde triple. Ja, wegzet is heel belangrijk vanaf dit soort scores. En dat doet hij nou niet buitengewoon goed in deze beurt. Dus als Newton nog wat wil, dan kan het nog wel. 1 keer triple 20 raakt, 2 keer triple 20 raakt, dubbel 10. En die gooit hier ook in. Ja, dit is het eerste momentje waarop Wes Newton echt een tik uitdeelt. En dat wil hij weten ook, en terecht. Ja, en als hij hier zijn eigen lek kan houden, dan doet hij goed de zaak hoor. Want er is nog 2-0 achter in deze set. Hij heeft pech in de eerste beurt. Bouncer. Gaat naar 100 toe. Maar vindt daar ook geen triple. Nou, Peter Wright, dat doet me een beetje denken aan Van Barneveld gisteren. Die ook met hoge verwachtingen de wedstrijd tegen Webster inging. En het niet kon waarmaken en het maar niet kon vinden. En dan is het heel lastig om het in zo'n wedstrijd nog een keer om te draaien. En dan worstel je met jezelf en dan roep je alles aan. Om te hopen om het tijd te keren. Hij gaf gisteren eigenlijk al vanaf het begin af aan dat het niet goed zat met Van Barneveld. De manier waarop hij op het podium stond. En Newton ruikt zijn kans. Nou ja, Newton begint ook niet heel sterk aan deze partij. Maar ja, die denkt ook van, oh ja, als die Wright het niet doet, dan ga ik het zelf maar doen. Nou, een beetje wat Webster gisteren had tegen Van Barneveld.
119. Ja, hij kijkt, maar hij ziet hem in de triple 5 zitten. Ja, op zich is er wel een mooi glijbaantje gecreëerd voor de triple 20. Je zou bijna zeggen, die laatste moet er wel invliegen. Maar hij kiest toch voor de 17, denk ik. En laat 170 over. Ja, Wright, 140, 180, dat heeft hij nu nodig. Maar gisteren zat iedere eerste pijl in die triple 20 bij Peter Wright. En nu krijgt hij hem er niet in. Bij de 170, Newton voor de set. Triple 20. Eén keer. Maar geen twee keer. Ja, het is genoeg normaal gesproken om de set binnen te halen. Tenzij Wright nu ineens wel de triple met de eerste pijl vindt. Gisteren had hij een finish van 161. Triple 20 gevonden. Twee keer gevonden. Bullseye. Voor een finish van 170 en de set. Nee, net niet. En dit zou het verschil kunnen zijn tussen een 1-1 gelijke stand in sets of een 2-0 achterstand van Peter Wright. Tops gevonden. En Wes Newton komt op 2-0 in sets in deze eerste kwartfinale van het wereldkampioenschap darts tegen deze man, Peter Wright. Thank you, ladies and gentlemen. Third set, first leg, Peter, throw first. Game on! Ja, en eigenlijk heb ik daar niks aan toe te voegen, want dat lijkt me ook dat hij zijn eigen set in ieder geval nu moet gaan houden. Die vorige set zal even pijn gedaan hebben, 2-0 voor in die set. Maar goed, dat is dan de set van Newton. Dus Newton houdt twee keer zijn eigen lek en breekt Wright een keer met die 140 finish. Dat kan gebeuren. Overigens, op onze huiskamervraag krijgen we ongelooflijk veel reacties. We hebben even een mini top 4 samengesteld, maar laat de inzendingen zeker nog komen. Voorlopig op plek 1 Gary Anderson. Ja, die heeft indruk gemaakt vanmiddag tegen Van Gerwen. Die moet dus er ook bij in de Premier League. Op 2 staat de kleurrijke Peter Wright. Op 3 Barneveld. En op 4 Pietersen, de Zuid-Afrikaan. Die zit er ook nog steeds bij. En daarna is het een hele dikke middenmoot. Met name als Chisnell, Wade, Huibrecht. En ook Newton komt erin voor. En hoe snel kan het dan gaan? Hè? Andy Hamilton ziet nauwelijks voorbij komen. Zat toch de afgelopen 2 jaar in de Premier League. Was voorafgaand aan dit toernooi nummer 5 van de wereld. Die wordt ook weer snel vergeten, blijkt alweer. Toch een finish van Newton. Dus Wright, iets van druk, zal die voelen. De dubbel 16 toe. Die mist hij. Die heeft hij nog geen enkele keer gegooid, die dubbel 16. Nou, Newton weet dat Wright nog 3 kansen krijgt. 25. Game Sean, the first leg. Peter Wright, second leg, waits to throw first. Sterk begin. Hoop het met 180. Drie trippels gegooid met zijn eerste 3 pijlen. En dan stokt het. 100. Punt er nog eentje bij. Ja, we doen vandaag in principe geen huiskamervragen natuurlijk. Maar ja, de vraag over de broek van Peter Wright komt zo vaak langs dat we hem toch maar 1 keertje doen. De broek van Wright mag. That's it. Punt uit. Anders staat hij hier niet op het podium. Zo simpel is het. En ook de mensen die de wedstrijd van Gerwen nog een keertje terug willen zien. Wat ik heel goed kan begrijpen.
morgenochtend vroeg kun je die zeker nog even terugzien. Ga dan even naar onze website www.rtl7darts.nl. En daar onder de video's kun je alle video's van alle wedstrijden van dit WK terugvinden. Ook interviews met alle spelers. Kortom, eigenlijk is dat het zenuwcentrum. En in het toernooicentrum op de homepagina kun je ook alle informatie over speeltijden en dat soort dingen vinden. Ondertussen laat Newton tops over. Dubbel 16 over natuurlijk. Ook daar kiest hij de ene keer voor tops en de andere keer voor dubbel 16. Dit keer dus voor dubbel 16. Hij eerst met die opdracht. En hij is goed bezig. Goed op zijn dubbels. En 1-1. Game on. Ja, hier zit het grote verschil. 29% op de finishes voor Wright, 64% voor Newton. Dan moet je daar wel bij aantekenen dat die missers van Wright over het algemeen wel komen in legs die hij toch wint. Dus het is niet zo dat Wright heel veel dubbels mist en Newton daar gebruik van maakt. Eigenlijk worden de legs tot nu toe gewonnen door degene die ook als eerste op een dubbel staat. Kijk naar het positieve verloop van de gemiddelde. Van Wright. Die gaat steeds beter. In ieder geval steeds hogere gemiddeldes gooien. Z1 was het helemaal niks. Z2 al een heel stuk beter. Die verloor hij overigens ook. Nu is het verschil naar Van Nant qua gemiddelde. Maar niet qua scores. Hoewel Wright zichzelf hier natuurlijk in zeer kansrijke positie brengt. Voor een 2-1 voorsprong. Nou, in alle rust. Eigenlijk een van de eerste keren. Dubbel 16 staan. Eens kijken of hij die zo dadelijk wel een keer kan vinden. Nog in één keer gelukt. Het is wel zijn favoriete hoekje. Nou, het zal de burger moed geven. De 2-1 voorsprong nu voor Wright. En meteen succesvol met zijn dubbel. Weer geen triple gevonden met de eerste pijl. En dan heeft hij dus toch wel last om de triple te vinden. Ondanks dat hij geconcentreerd oogt, Peter Wright, heeft hij toch ook wel weer tijd om even te zwaaien naar het publiek. Als hij staat, ziet hij er wel geconcentreerd uit. Het valt gewoon allemaal net even wat minder. Het is een kwestie van millimeters, maar ja, darts is een spel van millimeters. Ja, ook Newton in deze leg niet denderend, behalve dan zijn openingsscore van 140. Maar wel zijn 100 punten voor. Die worden nu in ieder geval weggepoetst. En Newton als eerste op een finish. Ja, Newton staat wel ongeveer te gooien op zijn toernooi gemiddelde. Dat ligt rond de 92, daar zit hij nu ook op. Wright zit op 96 nu. Ja, wel 2-0 achter in sets en daar draait het natuurlijk uiteindelijk op. Dus het toernooi gemiddelde ligt boven de 100. 65.
86, Newton om er 2-2 van te maken. Moet 4-7. Ja, gaat 4-7. Ja, die dubbels bij Newton die lopen wel heel erg lekker hoor. Een beetje een déjà vu gevoel zal die een beetje hebben. Peter Wright in vergelijking met die wedstrijd van gisteren tegen Michael Smith. Want dat kwam hij ook een aantal keren tegen. Dat Smith inderdaad zijn dubbels gooide op de momenten waarop dat nodig was. Nou, dan had hij het in het begin heel erg moeilijk, Wright. Hij heeft zijn hoge gemiddelde. De hele wedstrijd achter Wright, of achter Smith aangelopen. Dit wordt een uitermate belangrijke leg. Wright goed begonnen met 140. Ja, het is met name een hele belangrijke leg voor Peter Wright. Voor Newton maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt. Hij zal hem liever winnen natuurlijk. Gisteren in die partij met Michael Smith ging het ook vier keer tot een beslissende vijfde leg. Twee keer won Peter Wright hem, twee keer verloor hij hem. En toen was het niet om een verschil van drie sets te voorkomen. Dit is wel sterk. 140, 83, 140 en Newton staat twee straatlengtes achter. Het is nu nog één straatlengte. Wright vanaf 138. Wegzetten is in principe voldoende. Dus geen rare dingen doen. Triple 20 erbij, hou je tops over. Nou, dat doet hij keurig. Dat is precies wat je wil. Als je zo'n vijfde leg speelt, en de geschiedenis wijst dat eigenlijk ook wel uit. Als je in vijf beurten uit bent, als je hem begint, win hem bijna altijd. Wright heeft nu vier beurten gehad, staat op tops. Dus maximaal 15 darts, dan win je vaak die leg. Dubbel 10. Maar ja, dan moet hij wel uit. Het is, ja, goed, dat hij Newton, nog een kans. Ja, het is dat Newton nog niet op een finish staat. Maar ja, heel veel zelfvertrouwen haal je er ook niet uit. En de volgende keer dat je terugkomt aan de Occhi, staat er wel druk op. Dan heb je in eerste instantie natuurlijk al die hele rotte dubbel 5, waar je niet graag op gooit. En dan staat Newton wel heel dichtbij. Dubbel 5, Peter Wright. Dat is een hele belangrijke. En dus krijgt hij nog één kans op een dubbel. Dubbel 2. Gegooid. En hij pakt de derde set. Komt terug tot 2-1 in sets. Het is weer een wedstrijd. Ja, en hiermee voorkomt hij dat hij hieruit ligt hoor. En daar zie je ook een beetje, Albert, het manco van Wes Newton. Echt een belangrijke leg. Een leg waarbij hij zijn tegenstander echt opzij kan zetten. En dat geeft hij eigenlijk enorm niet thuis. Achter de feiten aan. Ja, klopt. Maar hij heeft ook last. Dit is een tikkie geweest. Het niet mee kunnen in die laatste leg. En daardoor het verlies van die set. Het is een prachtige darter, Wes Newton. Groot talent. Hele aardige gozer. Daar gaat het ook allemaal niet om. Ja, top 8 van de wereld. Dan verwacht je ook dat hij op dat soort momenten, juist op dat soort momenten, een extra stapje kan doen. Peter Wright gooit zijn tweede 180. En begint het gevoel te krijgen dat hij in de wedstrijd zit. Ter vergelijking, hoeveel gooide hij er gisteren tegen Smith? Dan bladeren we gewoon even terug. Onze vriend, blader jij even terug. Je moet dat soort vragen niet zo onverwacht stellen, hè? 6. 6. Nou, dan zou hij hier vandaag ook wel aan kunnen komen. Zeker met dit langere format. Het was gisteren ook het verhaal dat hij met zijn eerste pijl vaak triple vond. Kijk naar waar Wright staat. En deze door Newton begonnen leg. Op een finish. En Newton zeker niet. Single boel gegooid. En nog eentje. En dus tops. Ja hoor. En de beer is los. Hij begint ineens het ritme te vinden. Het niveau van gisteren te halen. En Newton ziet de wedstrijd uit zijn handen glippen. Ja, het is weer de chameleon is los. Zoveel kleuren.
Dit doet Newton wel goed, vind ik hoor. Hij neemt nu heel even tijd. Even zichzelf bij elkaar rapen, extra slokje drinken genomen en opnieuw beginnen. Kijk, en dan zie je dus ook dat dit het resultaat ervan is. Dan... Hop! Nieuwe leg. Ja, Newton heeft alsnog een triple nodig om een finish over te laten. 88. Ja, omdat Newton zo gek staat in principe voor het bord en zijn pijlen toch wat vreemd weggooit, komen ze ook heel erg met een boogje in het bord terecht. Dus als ze eronder zitten, onder de triple, kan hij daar eigenlijk niet meer bij. Dus hier zo. Dit is heel lastig voor hem. Zie je, daar gaan ze of heel ver overheen. Of je moet gewoon naar de 19 toe. Peter Wright voor 2-0. In de vierde set. Tops, twee kansen. Net niet. Dubbel 10. Ook niet. Nee, die dubbels van Wright, daar is nog wel wat te verbeteren. En dat gaat bij Newton nu juist heel erg goed. Maar ja, die is even het spoorbijster al op de triple 20. Dus kijk, Wright weer de kans op die vervelende dubbel 5. Dus moet hij weer hetzelfde als de vorige keer doen naar dubbel 2. En weer volgt hij die weg en weer pakt het goed uit. Hij kan beter op dubbel 2 beginnen. Die gooit hij in ieder geval. Maar ja, dit verhaal stond er ook in set 2. Toen was het ook in de set van Newton 2-0 voor Peter Wright. Maar uiteindelijk ging Newton met die set aan de haal. Sterk begin van Newton, 2x140. Even een beurtje zonder triples van Newton. Maar had wat ruimte. Ja, Wright alleen eigenlijk met een 180 kan die Newton nog een beetje in gevaar brengen in deze leg. 140 sluit hij aan, maar heeft er geen finish over. Dat doet hij dan wel. Newton moet weer zwerven. En hij is niet zo goed in zwerven. Dus komt er in ieder geval druk op te staan zo dadelijk voor Newton. En het is om in de set te blijven. Die 75 finish. Ja, nog een triple 20 is tops over voor Peter Wright. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Dus Newton voor triple 17. Die gooit hij ruim niet. Dan moet het een enkele 18 worden. En dan naar tops om in de set te blijven. Ja, het is toch wel klas hoor. Ja, zijn dubbels. Daar scoort hij geweldig. Zit hij op... ruim 66%. 2 van de 3. Ja, bijna 70% zelfs. Ja. 9 van 13 nu. Maar goed, Wright weet dat als hij deze leg wint, dat het gewoon 2-2 in sets wordt. Ja, wat je bij Wright wel ziet, is dat hij wat vaker met zijn eerste pijl die triple 20 aan het raken is nu.
Dit is voor Newton ideaal. Je ziet het verschil. Hè? De eerste erboven, dan bouwt hij er wel 100 of 140 van. De eerste eronder, dan moet hij gaan zwerven, Wes Newton. Dat lukt hem niet echt vandaag. 15. Dat is een matig gebeurd voor Wright. Dus weet je al vaak bij de eerste pijl waar het heen gaat. Dit wordt zwerven. Of gaat hij proberen te loppen? Nee, toch weer zwerven. 16. Dat is lekker. Het wordt spannend, right op een finish. Ja, Newton had daar meer van moeten maken. De eerste pijl zat zo mooi in de triple 20. Dan had er in ieder geval 140 van moeten komen. Wright gaat toch niet voor bullseye wel? Jawel! Jawel. Een finish van 164. Ja, dit is lekker voor het zelfvertrouwen. En dit betekent ook 2-2 op het scorebord. Alles in evenwicht in deze eerste kwartfinale van het WK Darts. Hij deed het, Peter Wright. 2-2 tegen Wes Newton. Thank you, ladies and gentlemen. Fifth set, first leg. Peter to throw first. Game on! Mocht Newton deze set inleveren, ja, dan gaat het toch knagen. Hè? Als je 2-0 voorgestaan hebt in sets, dan is er op zich nog niet zoveel aan de hand. Nou, dit is de set van Peter Wright, maar dus op zich kan het voor Newton niet zo heel veel kwaad. Maar Newton zit gewoon niet lekker in zwel op dit moment. Ging tot aan die 2-0 prima. Toen in die derde set Peter Wright een goede leg gooit in die vijfde leg. Daar heeft Wright het juiste tempo gevonden en het juiste gevoel. En Newton is het kwijtgeraakt. Zit ook constant met die eerste pijl niet goed. Ja, en hij is er inmiddels wel achter dat wandelen over het bord niet helpt. Dus nu probeert hij dan met opzij stappen er langs te komen. Maar dat gaat voorlopig ook nog niet echt goed. Ja, je ziet hem duidelijk zoeken, hè? Worstelen op dat soort momenten. Om de ruimte te vinden. Toch nog lekker Wright. Twee trippeltjes erbij op een finish en kijk waar Newton zich bevindt. En dus in alle rust kan Wright, die nou toch al bijna 10 punten hoger als gemiddelde heeft. En zet dat dus af tegen het begin van deze partij. Lekker rustig via triple 20, een enkele 3 naar dubbel 16 toe. En dan heeft hij echt, als hij wil, 60 pijlen voor zo'n beetje. Maar die heeft hij nu niet nodig. We gaan met de eerste. De Newton heeft 4 keer 180 staan in deze partij. Maar de laatste 180 is toch echt alweer anderhalve set geleden. Zo'n beetje op het moment dat hij afhaakt in deze wedstrijd. Maar dat is wel sterk. Even wachten tot Newton weg is. Ja,
In deze leg lukt het ook allemaal niet zo makkelijk bij Peter Wright. En zo is het soms echt zoeken voor beide spelers. En met name niet vinden. Kijk bij Newton iedere keer die pijlen onder die triple. Keurig gedaan. Dubbel 6 over voor Newton. Wright niet op een finish. Dus lijkt Newton deze door hem begonnen leg eenvoudig te gaan winnen. Maar dan moet het nu wel gebeuren. Dubbel 6. Ja hoor. Hij is ijzersterk op zijn dubbels. 10 van 14. En daar mag hij ook heel blij mee zijn dat die dubbels zo lekker lopen. Hoe is Newton? Want anders heeft deze partij heel anders uitgezien. Nu moeten die triples weer gaan lopen. Zichzelf kansen creëren, ook in de legs die Peter Wright begint. Wright had dat moeilijke stukje in het begin, daar is hij doorheen. Nu is het de beurt aan Newton. 87. Matig van de kant van de schot. Kijk eens aan, 26. En hier vergooid is een kans toch. Het initiatief ligt nu duidelijk bij Wes Newton. Kan hij echt voor zin stappen? Was nog niet. Pak nog wel een trippeltje met die laatste. Triple 19. Hij heeft in ieder geval het initiatief te pakken. In een leg die Wright is begonnen. Zo blijft het maar in de wereld in deze wedstrijd, want nu is Wright het helemaal kwijt. Ja, daar zal hij content mee zijn. Gaat 80 staan. In de door Wright begonnen leg. Wacht naar dubbel 12. Ja, die blijft onverminderd goed scoren op zijn dubbels. Dat is toch een kwaliteit hoor. 11 van 15. Dat zijn nog eens cijfers. 100. Ja, zo zie je het momentum van Newton naar Wright gaan en nu van Wright weer naar Newton gaan. Zo is er in deze wedstrijd voorlopig nog heel weinig van te zeggen. Je hebt bij beide spelers het idee dat het nog echt wel beter kan. Maar wie weet de juiste knop te vinden. Komt hij zo knap terug tot 2-2 in sets, dan pakt hij de eerste leg met overtuiging in deze set. Dan is hij het ook weer helemaal kwijt hierna. Newton mag zo gaan gooien, mag zo gaan staan voor de set.
om opnieuw op voorsprong te komen. Stond met 2-0 voor in sets. Zag Wright terugkomen tot 2-2. En kan nu op 3-2 komen. Dat is toch weer de set van Peter Wright die dan gaat stelen. En Wright nog steeds niet op een finish, dus dat gaat wel lukken ook. Ondanks dat dit op de grond valt. Wacht hij naar tops. Nou, een zeldzaamheid. Hij mist een dubbel. Hij mag terugkeren. De laatste keer dat Wes Newton een dubbel miste was in de eerste set. Dat was al even geleden. 119. Dubbel 10, Newton. Hij miste weer. Dubbel 5. Mis. En nog een keer mis. Nou, in één keer opent de deur zich weer voor Peter Wright. En zo raak je 9 dubbels op rij en zo mis je er dan 4. Dat is ook darten. Dubbel 16 voor Wright. Dankjewel. Ja, onvoorstelbaar. En gewoon 2-2. En Wright mag nu beginnen. Is zijn leg. En dan kan hij, als hij die weet te winnen, op voorsprong komen. Ja, Newton zal denken, de grote scorers die blijven achter. Qua gemiddelde zit ik onder de 90. Dus ik moet het hebben van mijn dubbels. Maar ja, als ik die ook al niet meer ga gooien, dan wordt het een lastig verhaal. Misschien dat die score nu weer wat kan bewerkstelligen. 100. Ja, als die eerste goed zitten. Daar draait het om bij Wes Newton. Dat is voor veel spelers het geval. Die zit niet ideaal voor Peter Wright. Hij moet nog een stapje opzij doen om erbij te kunnen. Maar ja, dat lukt dan weer wel. Ja, pak nog een trippeltje erbij, maar right op een finish. Ja, we hebben eerder gezien dat hij er gewoon voor gaat als hij de trippels gooit. Maar hij begint zonder triple 20. Een boel er vanaf. Ja, verstandig. Blijft er een tweede arts finish over. 96. En dat is beter dan 101. Ja, Newton gaat er nog wel even wat druk op zetten. Want hé, die laat dubbel 12 over. Oeh, hele sterke beurt van Wes Newton. En dan is dit een hele belangrijke voor Peter Wright. Twee pijlen voor dubbel 18 voor de set. Eén kans nog. Anders is het dan Newton. Nee. Hij gooit de dubbel 4. Die trekt hij echt de dubbel 4 in. Newton neemt wat meer tijd. Kan op een 3-2 voorsprong komen. En dat doet hij. Hij pakt deze set. En weet de tijd te keren. Leidt nu met 3-2. Wes Newton, de Engelsman tegen de Schot. Peter Wright. Thank you, ladies and gentlemen. 6th set, first leg. Wes in the front first. Game on! Ja, dit lijkt een cruciale set te zijn, zeker voor Peter Wright. Kan hij terugbreken? Of komt hij met 4-2 achter en dan heeft Newton nog maar één setje nodig? Dan zit hij verzekerd van een plekje in de halve finale. 60. Als jij naar de keuze had, Jacques, en zou moeten kiezen voor wat betreft de Premier League, dus een van deze beide mannen. Zou je dan kiezen voor de flamboyante Wright of voor de nuchtere, rustige Newton? Nee, ik ben meer van flamboyante, dus voor mij mag Peter Wright erin. Premier League is entertainment. Het is een demonstratietoernooi. Natuurlijk, er moeten goede darters in zitten, maar ja, die heb je al zat met Taylor, Van Barneveld, Van Gerwen, Whitlock, Lewis.
Er moet ook een beetje spektakel bij zitten. De vijfde voor Newton. Het was al even geleden. Opstaan, Newton. En kijk waar Wright zich bevindt. Kan geen potten breken in deze openingsleg van de zesde set. Zo zie je toch maar, de ene dag is de andere niet. Newton pakt het openingsleg. Roger Dill. Het zit ook op de voorste rij. Hij heeft in het verleden ook nog wel eens een keertje meegedaan aan het WK. 100. Hij schijnt het volgend jaar weer te gaan proberen op Q-School. Kijken of hij een tourkaart kan verdienen. Hij heeft natuurlijk het goede voorbeeld vlak bij huis. 100. Ja, dit is de eerste van vier kwartfinales op het WK Darts van 2014. 60. Vanavond hebben we ook nog Ian White en Simon Whitlock in de aanbieding. En morgenavond spelen we de onderste helft van het speelschema. De twee kwartfinales ook morgenavond. Te beginnen met Van Gerwen tegen Mark Webster. En daarna de kraker tussen Lewis en Wade. Het belooft een prachtig avondje te worden. Maar ook vanavond is het voorlopig in ieder geval bijzonder fascinerend. Geen finish voor Wright, wat doet Newton? Ja. Hij had 117 staan. Ja, zou Wright. Die Wright echt in de problemen kunnen gaan brengen? Triple 19 en tops. Nee. Maar goed, Wright. Hebben we al vaker zien falen in deze wedstrijd. Ja, dit soort finishes moet hij wel gaan uitgooien nu, Peter Wright. Tops over. Twee pijlen daarvoor. Dat moet gewoon uit, Peter Wright. En dat gaat niet uit. Ja, het is een beetje vergelijkbaar aan die 96 aan het einde van de vorige set. En Newton mist weinig dubbels deze partij. Dus dan kun je ervan uitgaan dat hij die 24 ook wegpoet. Mag nu zelf gaan beginnen aan de derde leg. Dan zou het zomaar 4-2 in sets kunnen worden. En dan moet Wright toch een behoorlijke berg gaan beklimmen. Wil hij zich nog plaatsen voor de halve finale. Hoppakee, 140. Dat is waar nog geen finish, maar wel ruim 100 punten voor Wright.
En langzaam maar zeker zakt het gemiddelde van Peter Wright ook weer een beetje in. Zit nu weer onder de 95. Newton klimt weer wat omhoog richting de 92. Het vertrouwen van Wes Newton groeit ook per dart in die gooit zo'n beetje. Dit gaat er goed uitzien hoor voor de man uit Fleetwood. Ja, als hij het af kan maken, want kijk, Wright draait de duimschroef aan. Ja, maar dubbels heeft hij bijna niet gemist, Newton. 16 en tops. 1 pijl voor de set en 4-2. En nu mist hij wel. En nu krijgt Wright 2 pijlen. Ja, weer 2 pijlen. Ja. Newton zal zich voor zijn hoofd slaan. En krijgen we dan weer zo'n set die tot het gaatje gaat. Zou zomaar kunnen. Ja, slaat het momentum nog een keer echt om. Hè? Gaat Newton weer inzakken? Gaat Wright weer beter spelen? Of blijft het op deze manier gaan? Het is goed, het is degelijk, maar het is geen vuurwerk. Terwijl toch een beetje deze tijd van het jaar erbij hoort. Nou ja, goed, vanmiddag hebben we vuurwerk genoeg gehad. Partij van Michael van Gerwen tegen Gary Anderson. Ja, dit is weer zo'n lek waarin Newton helemaal niks gooit. En dus Wright, eenvoudig, tenminste als je ervan uitgaat dat hij zijn dubbel gooit, de lek binnensleept. Krijgt zo dadelijk nog kansen. Ja, die dubbels van Wright, dat gaat langzaam toch een beetje zorgen baren hoor. Zojuist was het mogen, nu wordt het moeten. Het lijkt er zo'n beetje op alsof dubbel 2 de enige dubbel is die met 1 pijl raakt. 12 van de 35 gegooid. Checkouts. Ja, hij pakt hem wel. Hij komt gewoon terug tot 2-2. En dan gaan we weer. Dit wordt weer een hele belangrijke vijfde leg. Waarin Newton slecht begint. En dus moet Wright meteen instappen. Meteen die triples gaan smijten. Dat is 1. Dat is 2. Daar blijft het bij. De klasse hoor. Ja, hoe goed het is hangt af van Newton. Nu heeft Wright in principe het initiatief. Want dat moet je dan ook wel stevig pakken. Dus weer triples nodig. Eigenlijk is het een heel eenvoudig spel. Om het te beredeneren. Maar om te doen. Vanuit deze stoel is het prima te doen. Kijk naar Newton. Ja, dat is een lekkere zeg. Deze 180 scoren brengt hem op 162. Hij heeft triples nodig nu, Wright. Die gooit hij niet. Newton gaat dichtbij 4-2 komen in sets. Gaat dichtbij 1 set van de zege komen.
92. Wright begon deze leg sterk. 99. Is het Newton die deze leg sterk beëindigt? Single 18 gegooid. Dubbel 16. Gemist. En Shanghai 20 voor Wright. Oeh, dit is spannend. Dit gaat echt ergens om. Dit gaat om 3-3 in sets. Of om een eventuele 4-2 achterstand voor deze man, Peter Wright. Triple 20 gegooid. Eén pijl krijgt hij voor tops. Probeert de ruimte te zoeken en te vinden. Shanghai 20 gegooid. Schitterend. Peter Wright maakt er 3-3 van in sets. En kijk naar dit gezicht van Wes Newton. Onweer. Ja, nou wilde hij natuurlijk door. Ja, je moet ook niet te snel door. Je moet eigenlijk je tegenstander er even over laten nadenken. Wat een finish, zeg. Dat is wel een grote mannen finish, hoor. Dit is ook wel weer knap van Newton. Die zichzelf heel snel bij elkaar heeft geraapt. En zo spelen we best of 3 sets nu nog. Want dat is het. Tot nu toe gooit Peter Wright de betere gemiddeldes. De hele wedstrijd eigenlijk al. Maar gooit Wes Newton de dubbels beter. Maar in zo'n laatste leg van die vorige set gooit Newton de scores. En is het Wright die het beste finisht. Omgekeerde wereld. Hij heeft toch al een finish van 164 staan vandaag. Zojuist die Shanghai 20. Gisteren een finish van 161, 136 een keer. Leg begonnen door Wright. Newton als eerste op een finish. Ja, het is toch weer in de leg van Peter Wright. Dat Newton de 11th even mist nu. Wel tops overlaat. Ja, Peter Wright heeft één keer in de hele wedstrijd op voorsprong gestaan. Dat was bij 1-0 in de vijfde set. Kan nu weer gebeuren als hij 107 uitgooit. En dat kan nog steeds. Als hij de 10 gooit, want tops, daar ligt nu het vertrouwen. Ja, ja. Finish van 107 noteren we voor Peter Wright. En ineens keert het om, hè, qua finishes. En qua gooien van dubbels. 60. Ja, dat zijn even twee tikjes op rij. Dan vraag je je af hoeveel tikjes kan Wes Newton hebben. In sets heeft Newton nog niet achtergestaan. Volgens mij het hele toernooi nog niet. Dat dan wel. Nog een 180. De zevende voor Newton. 59. 66 scores boven de 100 voor Wright. 56 voor Newton. Daar loopt hij dus een stukje op achter. Maar dat hadden we al geconstateerd. Dat het scoren van Wright iets beter was. Slechte beurt dit voor Wright. Ja, je zou het niet zeggen aan die 41 inderdaad. Dan heeft Newton pech. Het idee was namelijk heel erg goed. Je ziet ook een klein beetje frustratie bij Newton nu komen. Die toch even een tikje op het bord geeft. Zo van... Waarom zit het me nou niet mee? Nou ja, goed, de borden worden gemaakt door zijn sponsor. Dus
Dan kan de brief rechtstreeks brengen bij de baas. Aan de andere kant, hij gooit hem zelf op het ijzer. Oeh, hij gaat ook nog eens een keer naast de 18 Newton. Ja, als Wright deze ook nog eens een keer uitgooit, dan... Het kan niet altijd feest zijn, toch? Nee. Maar hij ziet er wel feestelijk uit, dus wie weet. Triple 19 en bullseye is dan nodig. Nee. En dus Newton voor 1-1. Dubbel 18. Where you require 36. Zo, zo, zo. Nu zit hij ineens ver vandaan, West Newton. En die gaat er dan wel in. Dat is knap voor Newton. Hij zit toch te wachten op het moment dat een van die mannen accelereert. Wat 80 staan, Wright. Newton op 300. Wat snoep je daar vanaf? Heel wat. Heel wat. Houdt Shanghai 20 over, maar komt hij nog aan de beurt? Weer zo'n belangrijk moment in deze wedstrijd. Triple 20 gevonden. Twee pijlen voor dubbel 10. Peter Wright. Dubbel 5. Yes. De 2-1 voorsprong voor Peter Wright. Heel snel weer begonnen, Newton. En zeker niet sterk begonnen. Hij is uit boekhouder, dus het rekenen is hem wel met de paplepel ingegeven. Deze Newton. Wright kan Newton geen pijn doen nu. Toch zit je een beetje op het moment te wachten dat Wright nu echt gaat doorduwen. Hij lijkt de overhand te hebben. Maar echt. Zijn stempel drukken lukt toch ook niet. En Newton heeft wel een paar keer al op een heel lekker moment een 180 weten te gooien. Maar nu even niet. En dus Wright naar finish toe. Wat voor finish? Wat laat hij staan? Oeh, dat is best. 62. Ja, voor de set zometeen. Peter Wright. Dan staat hij dus een set voor. Wat
Pedia requires 62. Triple 10 en dubbel 16. Om 4-3 voor te komen in sets. Twee keer enkele 15 is ook 30. Dan blijft nog steeds dubbel 16 over. Ja, Peter Wright wint de zevende set met 3-1 in legs. En komt op een 4-3 voorsprong. En in het kamp Newton zijn de gezichten zeer, zeer somber. First game on. Die zijn weer terug op het podium bij Wright en Newton. Die zijn begonnen aan de achtste set. Newton, om precies te zijn, is begonnen aan de achtste set. En Newton, we hebben het gezien, is langzaam maar zeker in de problemen gekomen. En moet zich daar nu uitknokken. Wright heeft de hele wedstrijd op achterstand gestaan, Albert. Die is nu op voorsprong. Dus het is aan Newton. 100. Dus lijken de pijlen van Peter Wright het opnieuw toch te doen. Verandert dus van pijlen tijdens het toernooi. Terwijl Newton hier 180 scoort. Nou, je ziet het niet vaak, hè, dat spelers wisselen van materiaal tijdens een toernooi. Je ziet nu dat hij toch met een soort van Taylor dart gooit. Een beetje van die donkerkleurige darts. Zeppelinnetjes. Ja. Newton gooit alweer met van die smalle gouden darts. Zo zijn er vele verschillende. Terwijl Newton naar tops toe gaat. Voor 139. Die mist hij dan net. Hij moet deze gewoon houden, Newton. Zo, van Wright. Dubbel 10, maar Newton heeft hem al gegooid. Als Wright nog aan het feest is. De 500ste, 180 van het toernooi was dat, die 180 van Peter Wright. Ja, we hadden het even over die pijlen van Peter Wright, over pijlen gesproken. Ja, we hebben natuurlijk nog altijd, dat moest ik nog even melden inderdaad. De laatste paar setjes van onze WK-editie darts, goud, zilver en zwart zijn ze er, zijn nog in de shop te verkrijgen, maar ze zijn op een haar na uitverkocht. Dus voor de recreanten die nog voor een prijsje van een recreant echt de tungsten darts van de professionals willen hebben, dan moet je snel zijn. Toont karakter hoor, Newton. Er is niet heel veel mis aan het spel van Newton. Ook nu gewoon weer 92 gemiddeld, 50% op zijn dubbels. Het is allemaal oké. Okay. Maar je ziet zelden die extra versnelling bij Wes Newton. Die je wel bij Van Gerwen ziet of die je bij Lewis ziet. Waarin hij even bam 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 drie legs in 11 of 12 darts achter elkaar uitgooit. Dat kan Taylor ook, dat kan Anderson, hebben we dat vanmiddag gezien doen. Die kunnen dat allemaal, die hebben die extra versnelling. Die versnelling mist Newton een klein beetje. Dat is helemaal niks mis mee, want er zijn veel meer spelers in de top die die versnelling missen. What a red Fulton! Hij zal er druk op zetten nu. Ja, hij zal dit toch voelen als zijn kans om ver te komen in het WK, Newton. Hè? Dat is het een beetje. Ja, meteen vanaf het moment dat Taylor uitgeschakeld is, dan ga je natuurlijk kijken, wie kom ik tegen? Wat zijn mijn kansen? Hoe ver kan ik komen? Right. Ja, en iedere speler die zegt dat hij dat niet doet, is een grote leugen. 121, dat is een belangrijke van Newton. Ik heb al 17 gevonden. En dus bullseye. Net niet. Right, met de kans. Single 20 en tops om er 1-1 van te maken. En de druk op Newton te houden. Hij mist de dubbel 10, Peter Wright. Hier had hij Newton
echt flink onder druk kunnen houden. Dat doet hij niet en dus komt Newton op 2-0 in deze set en mag hij zelf gaan gooien voor de set. Zo lijkt deze achtste set eigenlijk heel makkelijk richting Newton te gaan. Dan heeft Wright toch eigenlijk niet kunnen profiteren van die voorsprong. En misschien het gevoel aan de andere kant bij Newton van... goh, ik sta hier voor een verloren zaak te gooien. 100. Die zijn er voor Whitlock, denk ik, aan de sick te zien. Die komt hier aan actie. De Australische troef tegen Ian White. Aan de andere kant hebben we Wright een paar keer terug zien komen in sets van een 2-0 achterstand. En gaat dat nu weer gebeuren? Hij heeft de finish, triple 20 gevonden door Newton. En nog eentje, bullseye voor een finish van 170. Schitterend, Wes Newton. Overtuigend, de finish van 170. Hij wint de set met 3-0 in legs en het wordt 4-4. En dus gaan we een beslissende negende set krijgen hier. Met als inzet de plek in de halve finale voor deze Schot Peter Wright of voor zijn tegenstander Wes Newton. 100. En deze wedstrijd kaatst werkelijk alle kanten op, hè? Er is helemaal niet van te zeggen. Op het moment dat je denkt dat de ene de bal heeft, dan kaatst hij zo weer naar de ander toe. Geen van beiden kan het verschil echt maken. Wes Newton is de enige geweest die het verschil al had kunnen maken. Maar was echt in het begin van de partij toen hij 2-0 in set voor stond. En er 3-0 van kon maken. Dat niet deed. Daar zit het enige verwijtje voor Newton. Maar je moet toch ook weer respect hebben als je een paar... hele vieze finishes om je oren krijgt en dan 4-3 achterkomt inzetten en dan zo'n set neerzetten met een 170 finish tot besluit. Dat is de tweede speler die dat voor elkaar krijgt dit toernooi. Na Terry Jenkins, die deed dat al, jeetje, dat lijkt al maanden geleden. Twee weken terug volgens mij precies op zaterdag. Een man die ook een nederdarter gooide. En Newton voelt... dat het steeds beter gaat. Wright heeft nog altijd 6 darts voor 161. Dat moet genoeg zijn. Zou je denken. Maar dan mist hij nog even de boel erbij. En dan is het maar 47 wat hij gooit. En Newton gaat hem goed wegzetten. Dat geef ik je op een papiertje. Nou, in ieder geval beter. 114, right. Triple nodig met de eerste of de tweede pijl. Moet nu via triple 18 en tops. Snakebite, komt die 1-0 voor in de laatste set. Nog niet. Maar ook Newton heeft geen makkelijke staan hoor, 98. Maar ja, als hij de triple gooit, heeft hij 2 darts voor de dubbel. Dat doet hij niet. En dus krijgt hij helemaal geen 1. Nou, right, 3 kansen. Ja, ze hebben het niet meer in het Newton-kamp. We zagen trouwens ook de vrouw die verantwoordelijk is voor het kapsel van deze man. De vriendin van Peter Wright. En hij gooit tops. Hij komt op 1-0 en hij is alles beslissen in de set. Het is de negende en beslissende set. Hij moet gewonnen worden met 2 legs verschil. Dat is in ieder geval een zekerheid. Dus als het 2-2 is, gaan we door. Gaan we de verlenging in. Maximaal tot 5-5 in legs. En dan zal de 11e leg eventueel sudden death zijn. Dan gaan we voor de boel gooien om te bepalen wie die leg mag beginnen. Ja,
En het is dan niet het gemiddelde van 106 wat Wright wel eerder gooide tegen Michael Smith. Maar deze partij zit toch ook weer lekker hoor. Je zit toch op het puntje. 100. Oké, okay. Newton laat het even liggen. Instapmoment voor Wright. Triple 20. Eenmaal. Tweemaal. En driemaal. Wie is dit dan? Die voorhand shy doen. Om maar even bij het Duits te blijven. 98. Geen finish van Newton. Zes pijlen voor Wright. Voor 2-0. Dat is wel een kans hoor. Dit mag je eigenlijk niet afgeven. Wat er ook gebeurt. Dit doet hij goed. Dit doet hij prima. 57 over. Was het maximaal haalbare. Daar komt Newton nog. Daar komt Newton nog. Dat dit zou voor Wright absoluut niet uit moeten maken. In je gedachten moet je zeggen, die 57 moet toch uitgooien. Dus wat Newton doet, maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, dat is makkelijk gezegd, hè? De 11 voor Wes Newton al. Peter Wright, dit zou echt de plek in de halve finale heel dichtbij brengen. Twee pijlen voor Tops. Peter Wright. Verder vandaan. De eerste, de tweede. Hij neemt wat meer tijd. Ja, hij gooit hem. Die is knap zeg. Onder druk. Hier de kapster. De vrouw die het kleurgevoel op het hoofd van Peter Wright heeft getoverd. 2-0 voor Peter Wright. Mag zelf beginnen. Wordt dit de laatste leg van deze ongelooflijk spannende wedstrijd? Dan krijgen we dus een schot in de halve finale. Gary Anderson was er dichtbij. Hij kon het niet bolwerken. Ligt dus uit het toernooi. De toen van Michael van Gerben. En daar zijn we heel blij mee. Ja goed, ik geef de gouden regel nog maar een keertje voor degene die nog niet gekeken hebben. Wright mag deze leg beginnen. Op dit soort beslissende momenten is in 5 beurten uit zijn eigenlijk altijd genoeg. Je moet iedere beurt gewoon een triple gooien. Ja, 15 pijlen. Dit is de triple. Misschien er nog eentje bij. Zou zomaar kunnen. Ja. 140 gegooid. En Newton heeft nou een grote score nodig. Maar die komt er niet. Valt het doek voor de nummer 8 van de wereld. Wes Newton. En gaat deze schot. Deze kleurrijke schot. Door naar de halve finale. Voor het eerst in zijn carrière. Op een WK. Gewoon een triple per beurt blijven gooien. Ja, even weer. En eigenlijk de boel er nu vanaf halen. Want dan hou je 96 over. Ja, dat vergeet hij dus op dit moment wel te doen. Nu blijft er 101 staan. Krijg je maximaal 1 pijl voor je dubbel. Als Newton natuurlijk op een finish komt. Maar dat zal je altijd zien. Dat zal je altijd zien. Dit is voor de wedstrijd. Peter Wright. Wordt hij halve finalist? Dubbel 19 en dubbel 12. Nee, hij mag naar dubbel 12 toe. Nog niet. Newton heeft al een finish van 170 gegooid zojuist. Er is maar één escape. Moet hij het nu doen? Nee. En 3 pijlen voor Peter Wright. Dit mag de schot niet meer weggeven. Knokte zich geweldig langs Michael Smith gisteren in de derde ronde. Had de nodige moeite met Per Lausen in de ronde daarvoor. Hij gaat hier hoogwaarschijnlijk met 5-4 winnen. Deze kwartfinale van Wes Newton. Of strandt hij in het zicht van de haven. Peter Wright. Dubbel 6. Eén kans nog. Stapje terug.
Kan zij een nieuwe coup gaan creëren? Nee, vooralsnog niet. Oh, oh, oh. Peter Wright. Het is het verhaal van de dubbels en Wright. Hier vanavond. Newton. Ah, dit is een goede marker. En hij gooit hem. Blijft in leven. Overleeft drie matchdarts. Ja, plus die één uit die Word ervoor natuurlijk. Ja. Dus dat zijn er al vier voor Peter Wright. Ja, en dan ga je toch niet lekker deze vierde leg in, hoor. Ja, dit is toch ook ongelooflijk knap. Dan kan hij misschien een beetje saai overkomen, Wes Newton, maar hij laat zijn pijlen spreken. Uit de doden opgestaan in deze wedstrijd. 131. Ja, Wright zal toch het gevoel hebben dat hij inmiddels al aan de interviews bezig zou moeten zijn. En dat is een gevoel dat krijgen de meeste spelers toch maar heel lastig uit hun systeem. We hebben het gezien aan Henderson die matchdarts miste. We hebben het gezien aan Chisnell die matchdarts miste. Ze kwamen ook niet meer terug daarna voor matchdarts. En Newton heeft natuurlijk ineens een tweede adem gekregen. 57. Zijn vriendin, denk ik, of niet? Stacy? Heb je geen idee van Newton? Nee, dat is niet. Nee, zeker Stacy niet. 85. Where should we call 124? Bullseye voor Newton. Nou, die had ik er zo nog in kunnen zien vliegen. Ja, Wright krijgt weer een kans, maar dit is wel heel veel, hoor. Dit is een minieme kans. Maar ja, als je met triple 20 begint, dan wordt de kans alweer wat groter. Mag je naar triple 15 toe. Maar die gaat ernaast. 95. Dubbel 8. Newton voor 2-2. 2-2 wordt het. Helemaal terug in de wedstrijd. Ladies and gentlemen, with a score of 2-legs all. In the final set. The match must now be won by two clear legs. Should we reach 5 legs all, the 11th leg will be sudden death. 5th leg, Peter throw first. Game on. Russ Bray heeft het verhaal nog een keertje verteld dat wij ook al gehouden hadden eerder in deze set. Het is 2-2. De wedstrijd moet gewonnen worden met 2 legs verschil. 96. Mocht het 5-5 in legs worden, dan zal de 11e leg wel de laatste zijn. We moeten immers wel gewoon een keer naar huis natuurlijk met z'n allen. En naar huis, we krijgen nog een wedstrijd. Nog een kwartfinale. Ian White tegen Simon Whitlock. Ja, ik zou ook niet dat we meteen naar huis gingen. Oké. Okay. Ja, ja. Geen dubbel 16 over. Dat had hij wel gehad wanneer de triple 18 erin was gegaan. Ja, het is een mooie strijd aan het worden hier. De Wright kan weer de voorsprong pakken. Dat is niet voor het eerst. 16 en tops. 14. Mag nog een keer terugkomen. Ja, inmiddels heeft hij de laatste 5 pijlen die hij richting een dubbel heeft geslingerd gemist. 100.
druk op. Och, zo, och, zo, zo. Nou, hij pakt hem zeg. Hij moet hem ook pakken. Ze hadden nog wat verf over, overigens. Het zijn geen millimeters die ze mist, hoor. Het zijn echt centimeters. Beetje zoals Webster dat gisteren deed. Die vaak met de eerste twee pijlen het licht uitgooide. Maar vervolgens met die laatste dan toch die dubbel wist te raken op een of andere manier. Wright lijkt toch ook nu bevangen door de spanning. En misschien dat Newton daar dan net wat beter aan gewend is. Die heeft toch wat meer ervaring met dit soort wedstrijden. Misschien dat dat dan de doorslag geeft. Nee, deze leg gaat naar Newton toe. 17 ball. Ja, prima leg. Tops over. Ja, hij is een sterke leg. Dus kruipen we zo langzamerhand richting sudden death. Dat krijgen we als het 5-5 wordt. Dan krijgen we toch een absolute kraker in deze eerste kwartfinale. Dat al zo verwend zijn aan het eind van de middag met Michael van Gerwen. Die Gary Anderson nipt wist te verslaan. 3-3 op het scorebord in de beslissende set. Het is weer een Wright. Die dus al 4 match darts gehad heeft. Maar nog steeds op het podium staat. Nou, hij ziet dat niet meer zo heel zeker uit de laatste paar legs. Ja, het is echt nu tossen bijna wie de wint, hè. Zo dicht zit het bij elkaar. Het is 2 legs. 1 keer je eigen leg houden en 1 keer de tegenstander breken. Of andersom eerst breken en dan je eigen leg houden. That's all. Het is weer een volle bak in het Alexandra Palace. Dat is het vanaf de kerst tot aan nieuwjaarsdag. Iedere dag zo. Er is geen kaartje meer te krijgen. Zelfs geen staanplaatsen. Ieder jaar is het eerder uitverkocht, sneller uitverkocht. En het wordt maar groter en groter. Ja, de show wordt ook steeds beter en beter. 149 voor Peter Wright. Mag geen probleem zijn met 6 pijlen. Ja, de 121 vorige keer was ook nog een heel probleem, dus. 95. En als Newton nu nog een keer een 180 kan prikken, die heeft hij wel een paar keer op goede momenten gegooid, maar nu lukt het hem niet. Dan heeft hij nog pech ook. En dan moet je deze leg als verloren beschouwen. Tenzij je nog een triple kunt pakken ergens. Nee. En dan was die pijl die terugkwam. 2 pijlen voor tops. Zo, en nu wel. Ja, nu staat er toch wat minder druk op, hè? Ja, want hij wist dat hij nog een keer terug mocht komen. Maar het niet zo dat het goed ging. Newton begint met 60. Ja, hij weet, dit is mijn kans om meteen vol in te stappen. Ja, wel een triple erbij in ieder geval.
Blijft bij 1. Ja, zij weten het ook niet meer. Dit is goed van Newton. Die toch weer het initiatief in de leg grijpt. Wright begint nu met een triple. En weet er nog één naast te zetten. En daar is ruimte zat, zou je zeggen. Maar toch vindt hij het rood niet. Dale Newton heeft het niet meer. Ja, die zit al een tijdje zo. Die heeft maar de helft van de pijlen zien belanden in het bord. Geen 180 voor Wright, maar het is nu wel echt 2 voor 12 voor Wes Newton. De man die tot de grote spelers van de wereld behoort. Hij is de nummer 8, maar hij kan maar geen grote wedstrijden winnen. Wright, voor de overwinning. 121. Hij heeft al 4 match darts gehad. Komt daar nummer 5 bij. Goed, 4 triple 17. En bullseye. Ja, bullseye. Voor een plek in de halve finale. En het is gebeurd. Hij finisht met 121. Peter Wright wint de beslissende set met 5-3. Schakelt de nummer 8 van de wereld, Wes Newton, uit. En gaat dus door naar de laatste 4. De meest kleurrijke van allemaal. Deze man uit Schotland, Peter Wright, is door. En hij speelt dus in de halve finale tegen of Ian Wright of Simon Whitlock. De wedstrijd die hierna gespeeld wordt.